Steeds vaker duikt de term spoorzone Enschede-Hengelo op in gemeentelijke stukken. En af en toe sijpelt het door in de media, zoals nu. We gaan erover praten. Ook omdat het misschien gewoon wat een vage term is. Waar hebben we het eigenlijk over? En wat betekent het voor de gewone Hengeloer of Enschedeer of wat dan ook, hoe je ernaar wil kijken? Bij ons is wethouder Gerard Gerrits. Welkom. En gaan eens kijken of we dat in Jip en Janneke taal kunnen duidelijker maken. Ik vroeg me af, ik heb hier een boekje. Yes, she can. En daarin staat niks over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar het gaat over spoorzone Hengelo-Enschede, she. Zo noemen jullie het, hè, in de gemeentelijke burelen. Ja, zo noemen wij het, ja. Is het zo'n vrouwelijk gebied of zo? Is dat, Nou, dat weet ik niet. Het gaat erom dat het klinkt gewoon mooi. En, en het is een mooie afkorting voor de spoorzone Hengelo-Enschede, she. Ja. Waar hebben we het over eigenlijk in een paar zinnen? We hebben het over het gebied, drie knooppunten, dus drie stations. Station Hengelo, station Kennispark, station Enschede. Twee steden, één gebied. En eigenlijk gaat het over het gebied tussen het centrum Enschede en het centrum van Hengelo. Dat je dat gezamenlijk gaat bekijken hoe je daar met een visie op kunt ontwikkelen. Mm-hmm. En het gaat dan om thema's die daar, waarover gesproken wordt, waaraan gewerkt wordt, van een nationaal belang, heb ik begrepen. Nou, kijk, we hebben nationaal belang. Eigenlijk is het zo dat de BV Nederland heeft natuurlijk een probleem. En dat is ruimte, dat is waar moet je naartoe met de woningen? Ik zeg al eens, als je in Noord-Holland of in Zuid-Holland wil gaan bouwen, dan bouw je op drijfzand, hè, want het is onder NAP. Met alle maatregelen die er gaan komen, is dat wel voldoende om het ook allemaal droge voeten te houden. En wij in Twente hebben gewoon zandgronden en we liggen fors boven NAP. Dat is één voorbeeld. Daarnaast zien we dat we ontzettend veel dingen wel gewoon in Twente hebben. En daar zijn we als Twentenaar, wij vinden het normaal, maar misschien mogen we daar wel eens iets meer trots op zijn, ook iets meer uitstralen. En dan gaat het over een universiteit, dan gaat het over Saxion, maar dan gaat het ook over een FBK-stadion, hè, gewoon een volwaardig atletiekstadion. Het gaat ook over een voetbalstadion dat we hebben, maar het gaat ook over een 400 meter ijsbaan. Maar het gaat ook over metropool wat we in beide steden hebben. Dus in de breedste zin van het woord gaan we zoeken ook naar samenwerking, zodat we veel sterker ook naar buiten toe staan, maar ook veel minder in de concurrentie. Ja, dat is veel meer zorgen. Tussen de steden? Ja, precies. Ja, maar het is niet toewerken naar de voorheen dubbelstad gedachte? Nee, waarom? Dat is helemaal niet nodig. Het is bijvoorbeeld de vraag, hè, kijk, zoals nu leeft er eigenlijk wel een vraag bij de universiteit. Wij zouden het mooi vinden om een Olympisch, van afmeting, noem je dat, een sporthal te hebben. Ik weet dat er in Enschede in Hengelo rondom het FBK-stadion, dat er ook gekeken wordt naar een nieuwe sporthal. Nou, dat is hemelsbreed 300-400 meter van elkaar. Ja. Nou, hoe zou je dat dan kunnen combineren? Is dat dan mogelijk dat je dan één sporthal neerzet die dus voor beide doelen geschikt zou kunnen zijn? Eén sporthal in één spoorzone en niet twee. Precies. Bijvoorbeeld. Ja. We hebben even een deel van een video die jullie, laat ik zeggen, als overheid gebruiken om ook voor te stellen van waar hebben we het eigenlijk over, om een beeld te krijgen. Een unieke plek in Nederland, waar mobiliteit, wonen, high-tech bedrijvigheid, kennis en onderwijs allemaal samenkomen, is de spoorzone Hengelo-Enschede. Het is een gebied waar de toekomst van Twente wordt vormgegeven. En waar talenten van de nieuwe generatie kunnen samenkomen om te werken, te leren en te leven. Het ontwerp van het gebied is gericht op het gebruik van de nieuwste technologieën en ideeën, zodat er een gevoel van innovatie en vooruitgang wordt gecreëerd. Dit zal resulteren in een diversiteit en hoogwaardige huisvestingsmogelijkheden, die passen bij verschillende levensstijlen. Het doel is om een omgeving te creëren waar mensen zich thuis voelen en waar ze hun volledige potentieel kunnen benutten. Nou, om een idee te geven, video is net iets langer normaal. Maar wat meteen opvalt is dat aan het begin wordt gezegd een unieke plek in Nederland. Maar er zijn toch wel meer plekken in Nederland, dachten wij, waar bedrijvigheid, scholen, wonen allemaal door elkaar lopen. Klopt, tot op zekere hoogte. Maar vergeet één ding. Wij zitten hier in een fantastische groene omgeving. En die vind je bijna nergens in Nederland. Hè?
Dus we zitten hier in Twente en we zeggen ook echt behoud de identiteit van Twente. Zorg ik dat het groen ook het groen blijft. Maar vergeet niet dat we hier in een toptechnologische regio zitten met heel veel mooie bedrijven. Ja. Dus wezenlijk anders dan alle andere spoorzones in Nederland. Want die zijn er nogal meer. Er zijn er. Ik weet dat Rotterdam heeft dat, Eindhoven heeft dat, ja. Amsterdam. Prima, dat is hartstikke mooi. Maar wij doen onszelf wel eens tekort met alle kansen en mogelijkheden die we hier hebben. Maar moet ik me zo voorstellen dat in principe die bedrijvigheid, die is er ook als je niet het label spoorzone erop plakt, denk ik. Dat op het moment dat je daar wat meer een term aan geeft, dat je richting de landelijke overheid wat meer met geld kunt? Of waarom dat zo in een project stoppen? Nou, ik denk dat het dan even toch wat bredere context moet hebben. Heel Nederland vergrijst. Ja, dat betekent we worden allemaal ouder. Oudere mensen na een bepaalde leeftijd werken ze niet meer. In Twente vergrijzen we meer dan gemiddeld. Meer dan in de rest van Nederland. We hebben in Twente ook nog steeds een groeiende arbeidsbevolking. Maar hij groeit minder dan in de rest van Nederland. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met Groningen of Arnhem-Nijmegen, dan zie je dat die gebieden, redelijk vergelijkbaar met Twente, dat die een hogere arbeidsgroei hebben. Dus onze achterstand wordt alleen maar groter als wij niet zorgen dat wij talent in de regio behouden. Mm-hmm. Of zelfs aantrekken. Hè? Dus het vertrekpercentage van studenten van de UT hier, van de universiteit, is heel hoog in vergelijking met andere universiteiten. En wat wij graag willen is die talenten behouden hier in de regio, of zelfs aantrekken naar de regio, om te zorgen dat onze voorzieningen in stand blijven. Ja. En die voorzieningen, dan gaat het over dat we een huisarts hebben, dat we een wijkcentrum kunnen behouden, maar ook dat een schouwburg blijft bestaan. En een mooi Olympisch stadion misschien wel. Nou ja, goed. Misschien hopelijk nog eens een keer in de toekomst ja. dat we de ring op de FC Twente stadion kunnen afmaken. Maar weet je, dat is allemaal leuk, maar het gaat erom dat wij zorgen dat wij onze voorzieningenniveau blijven behouden. En in het tempo wat we dat nu aan het doen zijn, dan moeten we ons goed realiseren dat wij handjes tekort gaan komen straks aan het bed. Dus onze zorgvoorzieningen zijn over 15, 20 jaar zijn niet voldoende. Omdat we zelf allemaal op een leeftijd zijn dat we dat niet zelf meer kunnen. Maar dat we graag verzorgd, of indien nodig, verzorgd moeten worden. Als ik u zo hoor, dan hoor ik ook gewoon, dan is het de opdracht. Hoe ontwikkelen we Hengelo, Enschede zodanig dat talent hier naartoe wil komen, hier blijft. En dan is de spoorzone is daar een soort naam voor, maar het gaat veel verder dan alleen maar het gebied langs het spoor. Het gaat veel verder. Het gaat echt over dat wij hier de kansen benutten die er zijn en dat we zorgen dat wij toekomstbestendig zijn. Ja. Dat we hier over 20 jaar nog steeds in hetzelfde niveau kunnen leven en met dezelfde voorzieningen gebruik van kunnen maken. Hoe wordt daar dan eigenlijk aan gewerkt? Is het dan zo dat je dat je naar het Rijk gaat en zegt, joh, wij hebben hier een prachtige, unieke spoorzone, want hij is ingeklemd in het groen. Dus wij hebben meer geld nodig en dan is het gedaan? Of hoe werkt dat? Ja, kijk, op het moment dat we in zo'n rapportje neerleggen, dat helpt niet. Hè. Wij zijn continu in gesprek met het Rijk over allerlei onderwerpen. En ik zeg altijd, hoe mooi is het dat niet alleen een wethouder uit Hengelo dat zegt, maar dat veel meer mensen dat voor jou gaan vertellen. Dat mensen zeggen, ja, maar wat er in Enschede en Hengelo, wat er in Twente gebeurt, is zo uniek. Daar moet je aandacht voor hebben, daar moet je ook eens gaan kijken. En dat zie je de laatste maanden, het laatste jaar echt gebeuren. Er komen echt veel meer bewindslieden uit Den Haag op bezoek in Twente om te kijken wat voor unieks wij hier aan het doen zijn. En dat komt omdat je met een duidelijke merknaam spoorzone Hengelo-Enschede naar buiten treedt. Er is nog een term, de regionale stedelijke investeringsagenda. Niet afhaken, maar dat is nogal iets. Want Hengelo heeft samen met Enschede en Almelo is eigenlijk ook naar het Rijk gegaan en de provincie Overijssel. Van hey, wij kunnen ons gebied waar wij wonen, zo heb ik dat althans begrepen, tot in 2030 tot 2050 prachtig ontwikkelen. Daar is in totaal 22 miljard voor nodig. En een deel van het geld moet ook van het Rijk komen. Ja, exact. Maar eerst even kijken. De spoorzone Hengelo-Enschede.
Nou ja, als we 10 jaar geleden zouden zeggen, we gaan samenwerken met Enschede en Hengelo gaan samenwerken. Dan had iedereen gezegd, ja, dat kan niet. Is nu gewoon gebeurd. En we gaan dus nu een stap verder, dat wij op visieniveau, en dat is, nou ja, is eigenlijk zo, hoe ziet Twente, hoe zien de drie steden er in 2050 uit? Hebben we eigenlijk gezamenlijk, samen met de provincie ook, dus met 4 partijen, hebben we een visie ontwikkeld hoe Twente, de drie steden, in 2050 eruit moet zien. Mm-hmm. En daar gaat het niet alleen over 69.000 woningen, daar gaat het niet alleen over 100.000 inwoners erbij, daar gaat het ook over hoe blijf je, hou je de klimaatadaptieve omgeving in stand, hoe ga je met het groen om, hoe ga je zorgen dat kunst en cultuur een volwaardige plek behouden en misschien nog wel verder uitgebouwd krijgen. En dat is wel het mooie van wat we dus nu doen. Die regionale stedelijke investeringsagenda is eigenlijk de aftrap om een volgende stap te gaan zetten in de verstedelijkingsstrategie van de drie steden. En dat is echt uniek, want dat wordt ons in Den Haag ook gezegd. Hoe is het mogelijk dat in zo'n korte tijd drie steden die zo verschillend van elkaar zijn en in het verleden soms, ja, laten we eerlijk zijn, elkaar ook wel de tent hebben uitgevochten. Mm. Dat die nu gewoon op zo'n niveau met elkaar samenwerken. Betekent dat je in Enschede gaat kijken, wat is onze kracht in Hengelo, in Almelo, en dat je kijkt van, laten we nou niet bijvoorbeeld in alle drie de steden een grote theater hebben, maar in twee van de drie... Almelo doet zijn best al. Sorry Almelo. Nee, maar grapje. Maar in de praktijk, zeg maar, wat gaan we daar dan van merken? Twente 2050, neemt u ons eens mee. Als het Rijk zegt, we gaan inderdaad mee in dit verhaal. We gaan die impuls proberen te geven. Ook bedrijven doen hun deel. En... Nou ja, kijk, het begint al gewoon heel praktisch voor onze inwoners. Als jij nu een voorstelling in Enschede wilt gaan volgen en je wil nog terug met de trein, nou, dan moet je het biertje met een atje achterover klokken. En dan kun je nog net de trein halen. Nou, wij moeten gewoon zorgen dat wij een volwaardig vervoerssysteem hebben. Dat we gewoon de drie steden en zelfs de gebieden om ons heen, dat die gewoon dag en nacht bereikbaar zijn. Dus als jij als je in Almelo woont en je wil naar Metropool in Enschede, dan moet je 's nachts om 2 uur gewoon met de trein terug kunnen. Misschien zelfs wel een tramverbinding, zoals onlangs in Enschede is gesuggereerd. Mm-hmm. Prima, maar dat zijn volgens mij de stappen wat in 2050 de Twentenaar, de inwoners van Twente zullen gaan merken. Maar ook veel meer dat onze voorzieningen er nog zijn. Kijk, een bank die hier aan de overkant de deuren dicht doet, ja, dat moet stoppen. Hè. Een volwaardig treinstation moeten we hebben. Dan heb je het weer over mobiliteit. Maar zijn ze heel veel zaken die je dus veel meer door kunt trekken. En dat is eigenlijk de hele gedachte achter die stedelijke investeringsagenda. Ja. Kun je ook met zo'n investeringsagenda naar het Rijk gaan en zeggen, wij willen gewoon de directe Schiphol-treinverbinding behouden? Nou, ik zou je zeggen, ik heb in het laatste gesprek met Hugo de Jonge, was het, hij vroeg aan ons van, nou, hoeveel woningen? Ik zei, nou, zeg het maar, hè. We hebben er 69.000 woningen opgeschreven. Toen zei hij tegen mij, wat heb je nodig dan? Ik zei, nou, 600 miljoen. Ja, hij zei, waarvoor? Ik zei, nou, voor het verdubbelen van de spoorlijn tussen Zwolle en Almelo, want dan kunnen wij in 1 uur en 20 minuten, binnen 1 uur en 20 minuten, vanuit Twente, station Twente, mm-hmm, op Amsterdam-Zuid terechtkomen. Ja. 1 uur en 20 minuten. 600 miljoen. Er wordt 7 miljard gereserveerd voor een lelielijn. Prima. Maar voor 1/14 kan je bij ons... En wat zegt hij dan? Terecht. Nou, dan moet hij lachen. En dan zegt hij eigenlijk, ja, dan word je een forense stad van de Randstad. En misschien is dat wel zo. Maar is dat zo erg? Voor onze ondernemers in Twente, die kunnen geen personeel vinden. Thales zoekt jaarlijks 300 mensen. Komen er ongeveer 30 van de universiteiten af die geschikt zijn qua studie, ja, om te werken bij Thales. Ja. De rest wordt allemaal van buiten afgeworven. 17 landen. Ja, dus laat ze maar komen vanuit de Randstad. Nou ja, goed, dan word je veel meer ontsloten. Dus iemand die in Amsterdam woont, kan vervolgens ook in Hengelo bij Thales gaan werken. Ja. Maar andersom kan. Andersom ook, ja. We gaan afsluiten, maar ik ben toch nog wel benieuwd, is het nou bittere noodzaak of is het gewoon een mooie ontwikkeling? We willen Twente mooier maken. En, want ik hoor u ook zeggen, ja, vergrijzing. Er komen wat dingen aan. Als het nou niet gebeurt, wat gebeurt er dan met Twente?
Ja, dan glijden we verder af. En dan heb je het over de spiraal van verschraling. Hè, dan gaat, als we niks gaan doen, dan maar even Beckham. Kijk, als we daar geen 130 woningen gaan bouwen, dan gaat over 2, 3, 4 jaar gaat de school daar dicht. Dan gaat die bus niet meer rijden naar Beckham, hè, buslijn 53. Ja, ja, die gaat misschien niet 2 keer in het uur, maar die gaat nog maar 1 keer per uur. Of zelfs met een buurtbus. Dan kan Nederland Twente teruggeven aan de natuur, zeg maar. En dan hebben we allemaal niks meer. Nou ja, zo bot wil ik het niet stellen. Maar, nee, maar eigenlijk goed, komt het is ook wel gewoon bittere noodzaak. Het is bittere noodzaak. Ja. En het is fantastisch dat 3 steden in Twente op deze manier de stip op de horizon zetten. Gerard Gerrits, wethouder, dank u wel.